vooral heet ik u allen hartelijk welkom op ons jaarlijks feest. In mijn welkomstwoord vermeld ik eerst en vooral onze heer burgemeester en schepenen. Vervolgens verwelk ik ook ons kampioenen Erna en Arcey. Wij wensen onze kampioenen van harte proficiat. Mevrouw de voorzitter, vragen, beste bestuursleden, kampioenen, collega's uit het schepencollege, beste leden van de kaartersclub, ook als wederzijde, sympathisanten, vrienden en genodigden. Vandaag ontvangen wij met veel plezier uw talrijke kaartersclub. En we zien in uw ogen op welke plezierige manier jullie de kaarten delen en proberen om met vreugde door het leven te stappen. En ik zeg het heel uitdrukkelijk voor de oudste leden van jullie club. Elsa wordt hier in 99 geworden en Lia Rigolo, die nu in december 95 jaar wordt. Dat is toch het mooiste bewijs dat kaarten mensen jong en vitaal kan houden. Dat is een pen van de gemeente. Misschien vergeten ze ook nog iets kleuren, maar als je dat opschrijft. Kaarten is een sport, een hobby, voor sommigen een passie. Maar het is vooral een levenskunst. Jullie genieten als het ware samen van het leven. Dan werd Herna Ketels de allerbeste en dus kampioenen. Van harte gefeliciteerd Herna voor die mooie titel. Je hebt het gehaald, je was de beste. Ik zie en hoor dat jullie allemaal meeleven met het geluk van de twee kampioenen. Het belooft dus vandaag een schitterende dag te worden. Nou, dat is goed niet. Proficiat. Thank you.
Morgen!